Voor mij heeft geen enkele bedoeling. Het is ook niet mijn attitude. En ik denk ook niet dat dat van de president is. We hebben geen opzettelijkheid. En de avonduren belde ik de president op en vroeg de president: president, wat is het misverstand tussen u en mij? Ik heb hem uitgelegd dat dat het geval was. En het kon zijn dat de boodschap verkeerd overgebracht wordt. Verkeerd in die zin van: meneer, stel je voor, man, de boodschap was overgebracht. Meneer, voor president, Amanuanji, wilde je niet laten binnenkomen? Dat kon. En ja, misschien was de president geïrriteerd op dat moment. De president kwam binnen. En ik heb dat moment ook mijn aangeboden. De president zei: if I did so, dan me aanvaard excuses. Maar als het parlement, als degene die graag willen dat ik mijn excuses hier openbaar aanbied, dan heb ik geen probleem mee. Ik ben niet te klein, ik ben niet te groot. Ja, ik ben ook leider van de partij. Ik schort de vergadering voor 1 seconde om mijn excuses persoonlijk aan te bieden bij de president. Zo, ik hoop met deze open excuses. Oh ja, ik open dus zo'n vergadering en ik hoop dat het parlement en het volk hiermee tevreden mag zijn. En je ziet, mijn president Natrobi Wetamati. Ik kan geen andere reactie geven dan dat hetgeen zich richting mijn persoon voltrokken heeft op 22 januari, als dat de datum is, worden de datum noemen. En als niet goed werd beschouwd, dat van mijn kant dan vergeven is. Het leven is niet zo eenvoudig als we het beschrijven. En de indrukken die gemaakt worden daarin, in het leven, die worden natuurlijk niet zo eenvoudig uitgewist. Maar voorzitter, ik ga ervan uit dat wat u betreft en wat mij betreft, dat incident gesloten is. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik steeds klaar sta om voor mijn recht op te komen, niet alleen, maar ook duidelijk te maken dat als het nodig is om protocollen te doorbreken, dat die protocollen doorbroken zullen worden. Ik ben niet degene geweest naar uw college toe, die gezegd heeft van: ik zal in de schorsing niet meewerken aan een protocolaire binnenkomst. En vanavond, voorzitter, in deze periode, gezegende periode waarin wij leven intussen, is voor mij de zaak afgesloten.